Vandaag niet in de galashow. Verden zitten niet in de galashow. André Wolderik. Mark van der Kemp. René Zuidhof. Barry en Ingrid Westen. Goedenavond dames en heren, dit is Bordenbroek Leidt Door. Ik ben uw presentator Harold Hummelink. Onze stamgast van vanavond, Huub Mulders. Goedenavond dames en heren. En traditioneel, bij ons in de uitzending natuurlijk, onze eigen dichter Niek Dijkshoorn. Ja, goedenavond Huub. Om direct maar te beginnen, ze noemt Redlet. Hoe komt dat? Ik zal niet weten of je die naam komt. Oh, daarom. Ah. Maar om verder te gaan, jij bent toch ook voorzitter van de carnavalsvereniging in Bordenbroek, of niet? Ja, ik ben nu voor het vierde jaar voorzitter van de carnavalsvereniging Knoltrekkers op Bordenbroek. Maar hoe hoor je dat in godsnaam vol als je enig zegt, Kiel? Dank je, Willy. Hé, hey, Willy, bedankt hè. Hey, een rondje voor die joggingstoot of was er mee? Maar hoe hoor je toch in godsnaam voor als enigste echte kerel in het bestuur? Oh, nou, dat komt wel goed. Maar ik heb vier prachtige vrouwen nodig gezet. Sandra Haring, Nicole Holkamp, Joyce Kenda, Trudy van Doorn. En dan is het vijfde nog weer. Oh ja, Esther Trent. Nou, hoe kun je in godsnaam Esther Trent vergeten? Willy, kom maar. Ja, dat is speciaal voor de jochensje op de eerste rij. Ranja van grote jongens. Maar om even verder te gaan met de show. Hoe kun je Esther op gisteren? Ja, de laatste is niet meer zo heel veel bij ons. Vraag haar en dan zo alle keel. Ik denk wel een keer vooral voor de jongere keels. Maar zit die Esther, zit die ook niet bij de BFC? BFC? Waar is dat aan? Ja, ik weet er ook niet zo heel veel van. Maar daarom hebben we onze volgende gast van vanavond, Peert Bolsen, de voorzitter van de BFC. Goedenavond, Peert. Ja, welkom Peter, kun jij ons iets meer vertellen over de BVC? Ja, ten eerste een grote eer dat ik aanwezig zijn vanavond. Dat ik de BVC mag vertegenwoordigen. En BVC, voor de mensen die het niet weten, staat voor Bordenbroekse Vrijgezellenclub. Oké. En hoe kun je lid worden van de Bordenbroekse Vrijgezellenclub, Peter? Nou, je kunt mij een open sollicitatie sturen naar peter@bvc.nl. Zo heb ik een sollicitatie meegenomen. Zo heb ik hier een sollicitatie van iemand Geert en Belgen en live.com. Hierin schreef hij het volgende. Hey Peet, ik ben een man van 51 jaar, woondrachtig in Bordenbroek. Ik drink graag een pilsje en als werk doe ik communicatie en business. Ik hoop dat ik ook lid mag worden van de BBC. PS. Moet je per se heet voor zijn lid te worden van de BVC? Nou, Peter, beantwoord deze vraag. Moet je heet zijn om lid te worden van de BVC? Nou, je hoeft niet per se heet te zijn. Niet dat ik weet, maar... Nou, bedankt voor deze nuttige informatie, Peter. En voordat wij overgaan naar het volgende punt, willen wij nog kort even hem over de economische situatie in Bordenbroek.
Wij gaan aan de lijn hangt, als het goed is, top-econoom en chipsmagnaat Jeroen Wokkel. Nee, Harold, het is Jeroen Wokkel. Oh, dus jij bent geen eigenaar van de Wokkelsfabriek, je weet wel, die chipsensatie. Nee, nee, maar ik heb vroeger wel een net zo goed lopend bedrijf gehad. Maar, sorry, hier laat ik het graag bij. Oké. Maar leg eens even uit, hoe gaat het met de economische situatie in Bonnebroek? Ja, sinds jaren hebben we een goed lopend café in Bonnebroek. Het trekt veel jongeren aan in de omgeving en met name de carnaval. In het bijzonder de jongerenraad, omdat deze jongens elke vrijdag hard aan het vergaderen zijn. En zoals Monique al aangaf, zonder de jongerenraad zal Brokkie niet meer kunnen bestaan. Nog een goed voorbeeld is grondverzetbedrijf Oosterveld. Sinds hij in de kantine voor elke consumptie 1 euro vraagt, stroomt het geld zo hard binnen dat Jan een dochteronderneming heeft opgestart, genaamd Oosterveld BV. Een zeer sterke concurrent van Brokkie. Mooi dat het allemaal goed gaat met die bedrijven in Bonnebroek, maar zijn er ook nog bedrijven waar het iets minder mee gaat? Ja, helaas wel. Een goed voorbeeld is Hummeling Kleinboom. Vanwege zijn lichaamsbouw die hem beperkt, komt er het nodige hulpmateriaal aan te pas om tot zekere hoogte te komen. Hierdoor geldt Hummeling tot een van de kleintjes in de bouw. Verder? Meneer Wortel, bedankt voor deze informatie en tot ziens. Dit telefoongesprek werd mede mogelijk gemaakt door Telvoort Zakelijk. Van een goede baan als topdirecteur naar een baan als koetsjesmonteur. Ja, nou. Ja, ook weer aan, hè. We gaan over naar de stelling van de dag. RKSV Bonnebroek 1. Vorig jaar nog promotie naar de vierde klasse. Dit jaar strijden tegen degradatie. Peter, jij als een van de belangrijkste, ofwel de belangrijkste speler van de eerste van Bonnebroek. Wat moet er volgens jou veranderen? Ja, er zijn heel veel dingen wat er beter kan, maar ik kan er een lang verhaal van maken, maar komt er toch op neer, alle ballen op Peter. Goalske. Ach, Goalske. Hij heeft scoren net. Die ex-buurman, Frank, die kan pas scoren. Waar zijn schot vol in een hol, man. Goalman. En zelfs je ex-buurman, zijn achterbuurman, die van Molenkamp, kan het van mij geniet. Oh ja, dat verhaal ik wel goed. Hij had toch goed even niet dicht. Oké, jongens, genoeg over deze duistere zaakjes hier in Bonnebroek. We gaan verder met het volgende, de fotoronde. Jullie hebben als brokers zelf kunnen stemmen op de volgende top 5. En daar is de volgende top 5 uit voortgekomen. Op nummer 5 is geëindigd. Jeugdfoto Leon Domen opgedoken. Kenna elektrotechniek. Geen woorden, maar draden. De Simpsons hebben plagiaat gepleegd op het hoofd van Herman Platenkamp. Annelies en Gerard hebben het café goed verkocht. Ze hebben een prachtige woning voor weer kunnen komen. En tenslotte, op nummer 1 geëindigd, Kevin Brandwacht geniet volop van zijn vakantie in Polen. Nou, dit was de fotoronde. We gaan verder met hoe gaat het met? Ja, Huub, jij vroeg je af hoe het ging met de familie Tsalagani. We hebben hier research naar gedaan en we konden ze moeilijk te pakken krijgen en ze konden ons eigenlijk niet te woord staan. Maar leg eens even uit, wie of wat is de familie Tsalagani? Deze brugde familie woonde eerst aan de Ramhuiskamp. Maar toen dat huis van de kogel, zaten ze redelijk zwaarmoeslucht lucht in. Ja, nou, na een paar weken is de lucht wel weer rood. Maar nee hoor, die lucht kleert maar in, hoor. Wat een stank. Daarom heb ik de huis maar weer verkocht en die van Engbergs was dat volgens mij niet. Maar dat was niet waar. Ja,
Gelukkig hebben ze nog beeldmateriaal achter kunnen laten en laat me daar eens even naar kijken. Ja, dat was de familie Talhani. Goedzien. Ja, Maar we zeggen toch, alle achter de bijn, dat is jouw Fons Brinkmans, waar de sinds kort jij achter de bijn, maar ook op de bijn leeft. Maar ik vroeg me nou af, hoe gaat het met Maro? Maro, wie is dat dan? Ja, dat is het houtakkersbedrijf van Van den Broek. Dat is van Rotje ten Haag en Mark Krabbe. Ja, dan kan ik wel meer vertellen. Dat was het houtakkersbedrijf van Van den Broek. Het is met laatst niet gewoon. Ik heb hier nog wat beeldmateriaal van. Dat was het houtakkersbedrijf in Bannenbroek. We hebben verder nog vragen gekregen van de broker zelf hoe het ging met Niels Ormeijers. Ja, Niels is hier live aanwezig en geef hem een groot applaus. Hé, hey, Jan Sjoerdi, en met de kerstdagen bieden we hier, joh. We hebben toch een molle zeer in het brood. Ja, mooi dat je bent, Niels. Je vult de tafel mooi. Maar ik word nu al weer gek in het brood. Ik was helaas in het café. Dan zat ik naast die Thomas Slam. Dan heeft hij hier drie keer... Nee? Dan heeft hij hier 30 seconden met Raymond vooruit, hoe ik toch even uit. En hoe heet dat dan? Ja, dom is mooi. Hier deed ik vroeger al in voetbal. Maar dan Australië daardoor ook aan rugby. Rugby is voor echte kerels. Kijk maar naar dat eerste van Van den Broek. Een hele en dik. Dan mag maar iets breed te worden. Dan blaas je jou zo omver. En een hele en Peter. Met de training is het wel goed. Maar de wedstrijd begint, dan steert het toch echt op slot. Ja, dat is tevens een mooie slag voor onze aflevering. Van onze aflevering. We sluiten natuurlijk onze aflevering traditioneel af met een gedicht van onze eigen Niek Dijkshoorn. Ranja voor de Prinsengarde. Logisch, want als je twee keer de bak van de jongerenraad gapt, is het logisch dat je straks al het bier voor de jongerenraad lapt. André Woldering, de man die vanavond niet in Bonnebroek draait door heeft gezeten. De man van de dikke sigaar, de man met de lange stofjas, de man van het onbemande pompstation. Maar ook de man die de prijzen van de benzine zo hoog heeft gehad dat hij niet thuis kan rentenieren. Over pompen gesproken, Barry Westen, de man van het badkamerincident. Het moment waarop Barry in de badkamer stond en vroeg aan zijn vrouw, mag je erin, Grit? Dit bracht Frank Oosterveld op ideeën, want ongeveer twee kwartalen later betrapte een enkele reden van de Raad van Elf Frank in de keuken. De vriendin voorovergebogen over het aanrecht, terwijl de stamppot verpieterde. Ook niet als gast vanavond, René Zuidhof. Als ik naar René ga om even een bakje koffie te drinken met een veel te droog plakje cake, stap ik even later naar buiten met drie nieuwe Subaru Impreza's. En dit alles onder het motto, weer of geen weer, met de auto van Zuidhof rij je nooit veilig in het verkeer. Ook is René Zuidhof
de shirtsponsor van RKSV Bonnebroek 1. Over voetbal gesproken, de Johan Cruijff van Bonnebroek, de Messi van het voetbal. Ik kom woorden tekort over een ongekend talent. Het is Mark van der Kemp. Zijn filosofie luidt, voetbal is simpel. En wanneer ik kijk naar Mark, dan ziet het er ook simpel uit. Zo rustig op de bank met in zijn rechterhand een half bevroren tosti met naaste vierkante plakken ham en in zijn linkerhand een flesje AA drink. Dan kom ik tot de conclusie, voetbal is simpel. Vanavond wel aan de tafel, Huub Mulders, beter bekend als Bradlet. De lach van deze man heeft menig ander mens aan het lachen gekregen. De voorzitter van carnavalsvereniging De Knontrekkers. Huub is voorzitter en samen met 5 prachtige dames vormen zij het bestuur van de vereniging. Over voorzitters gesproken, Peter Bolsche, de voorzitter van de BVC, de Bonnebroekse Vrijgezellenclub. Hoe wanhopig kan een mens worden, vraag ik mij dan af. Wanneer je met 20 vrijgezellen een vrijgezellenclub opricht en daarover ook nog gaat pochen. Het spijt me, Esther Drent, maar wanneer ik als 27-jarige bij een vrijgezellenclub aansluit, zou ik serieus mezelf gaan afvragen of het nodig is om antidepressiva te gaan slikken. Ik eindig dit gedicht traditioneel en braaf, dus wil ik samen met jullie dit gedicht sluiten met de carnavalswoorden. Alaaf, alaaf, alaaf. Geef ze nog een keer een applaus voor de jongeren van de